Hallo daar, dag dames en heren, en welkom bij een gloednieuwe vlog. Drie dingen voor we verder gaan. Als eerste, ik ben naar de kapper geweest. Ik kan terug over straat lopen, maar hier de... Ben ik aan het kalen? Nee, hè. Mijn haar is nu minder schooier, maar mijn baard is nu meer schooier. Dus nu ben ik zo... schooier. En als derde heb ik ook iets gekocht, waardoor ik nu officieel echt TikToker ben. Ik mag het nu echt in mijn cv zetten, TikToker. Kent dat niet, hè? De camera daar zo doorsteken en dan zijn je ogen plots super sexy. Kijk, zie? Ik zou mijzelf echt los doen nu. Kijk, mama, kom je kijken? Ja, ik zie je ogen, ja. Dat is toch meer sexy, of niet? Fake, hè, jongen? Maar wat fake? Wat is er fake aan? Om je mooier te maken. Ik heb het nodig, hè, ja. Jullie hebben mij de verkeerde genen gegeven, dus... Nee, dat is dat ik lelijk ben. Nee. Dus dat was de aankoop en de mening van mijn ouders. Ik was aan het opnemen, hè. Ik heb geen toestemming gegeven. Start de vlog. Ik ben vandaag in Gent. Ik had afgesproken met Ender en William en Anice om 15 uur. Het is ondertussen 15 uur 40. Waar zijn ze te bespeuren? Nergens. Nu, wat is het plan? Ik ga ze een keer aanpakken. Ik ga ze tonen wat er gebeurt als je niet op tijd je afspraken nakomt. Dus zoals jullie kunnen zien, heb ik aan Ender gevraagd om zijn locatie te delen. Daar zijn zij. Ik ben hier. Nu is de vraag, welke weg pak ik dat ik ze achteronder kan pakken? Het is hier echt een mission impossible. We komen dichter en dichter. Ook Willy, sorry, maar jij gaat de pet krijgen. Dat kan ik nu al zeggen. Sorry. Het moet iemand zijn, hè. Oké, we zitten erachter. It's go time. En tussen heb ik ook besloten mijn mondmasker aan te doen om nog meer incognito te zijn. Oh shit, daar zijn ze. Dat zijn ze. Als ze zich nu omdraaien, ben ik grandioos gevangen. Ah, met een hol, jongen. Man, overdrijver. Ik heb helemaal niks gedaan. Kijk, dames en heren, vandaag in een nieuwe aflevering van Influencers in the Wild. We zitten in een kasteel. Ik heb hier zo zware Aladdin-vibes. Dat is de update van Portugal vandaag. Uw camera zo zit en dan gaat hangen. We hangen de Harry's. Hangen de Harry's. Ik zou voor een bird's eye view gaan. Wat je ook kunt doen is eens één keer langs onder. Dus gewoon de camera op de grond zet je zo echt zo dat perspectief zo. Krijgt. Ja, maar lager echt dat je zo een deel van je kruis en zo ziet. Dat zo. Ja. Zo. Hey yo, what's up guys? Snap dat? Dat zou ik doen. Je kunt toch niet ruiken, hè? Via de camera. Dus wow, niet doen. Oké, en zo zijn we aan het einde van de vlog. We zijn eigenlijk ook exact hetzelfde moment van bij het begin van de vlog. Ze gewoon een totaal andere locatie. Ha, alles is fake op YouTube. Dat was de vlog. Dankjewel voor het kijken. Een duimpje naar omhoog mag altijd. Een duimpje naar beneden mag ook, maar ik raad het ten strengste af. Mensen die toch beslissen om een duimpje naar beneden te geven, kan ze er heel dik in. Dat corona nog 3 jaar gaat duren. Ja, dat was het. Subscribe. Want te weinig mensen zijn gesubscribed. Farao. Oh, nee, wel slecht.